waar is onze droom? We gaan proberen om onze eerste testvlucht te maken. Ja. We staan hier buiten, bij de huur. Daar ergens werken wij. Gerard is nu verbinding aan het maken met de AR telefoon. Ja, de ouderwetse iPhone 4. Ja, precies. De AR. Ja, hij heeft de AR droom. Oké, okay, open de app. Ik ga de app openen. Gaan we kijken wat er gebeurt met de drone. Helemaal niks. Hey, hallo, maar ik heb een langzame telefoon. Ik heb nog een halve telefoon vol. Mijn ding is mee. Even kijken. Daar ga je met je oude iPhone. Nou, het werkt dus niet met Gerards oude iPhone. Dus we hebben even geschakeld. Dit wordt op zijn iPhone opgenomen. Ja. Mijn telefoon is verbonden met de drone. Dit is niet te zien in de zon volgens mij. Maar ik zie hier op mijn scherm wat de drone ziet. En ik ga nu op het knopje take off drukken. En ik heb geen idee trouwens hoe we moeten landen. Nee, maar doe dat maar zien gewoon. We straks wel weer. Ja. We hebben nog een drone. Oh ja. Hoppa. Oh my god. Weet je ook wel hoe je moet besturen, Don? Ja, dit is omhoog. Dit is omhoog. Dit is opzij. Ik ben aan het filmen, hè. Ik let niet op mijn eigen veiligheid. Dus als jij dat even doet. Waar is hij? Oh, daar. Ik zie hem niet. En, hoe was dat? Ja, vaag. Ik weet niet op welk knopje ik moet drukken om dat ding iets te laten doen. Misschien gaan we de handleiding even lezen. Is goed. Oké, okay, we hebben net... hij loopt? Ja. We hebben net nog een proefvluchtje gemaakt en we hebben een beetje in de gaten hoe je hem kan sturen. Ja. We gaan eens even kijken of het lukt om een rondje te vliegen, maar 100% onder controle heb ik hem nog niet. Nee, maar misschien kun je vertellen wat het... hoe stijg je op? Dat is één druk op de knop. En welke knop was dat? Ja, dat is hieronder een knop. Oké. Okay. Ik kan de hoogte instellen. Ja. Met mijn rechter joystick. Ja. Omhoog of omlaag. Ja. Of om zijn as draaien. En met de linker joystick kan ik hem een kant op laten vliegen als ik ook de smartphone kantel. Dus nou vliegt hij recht naar voren. Ja. Of hij vliegt naar achteren. Oh ja. Nou komt hij op mij af. Kan ik ook nog tegelijkertijd draaien? Ik weet het niet. Een beetje. Hij snapt er niet helemaal. Ja, hij ziet er al stabieler uit. Oké, nou we gaan. Gaan we weer landen? Goed. Je hebt je vliegbuffet nog niet gehaald, jongen. Ja, ik doe mijn best. Ik kan hem opzij laten kantelen, zie je dat? Ja. Cool, hè? Kijk hoe hoog die kan. Ja. Dat was het, kom op. Hij blijft hangen op, ik denk. 4 meter. Ja. Dat zou hoog moeten. We gaan omlaag. En ik druk weer op de knop. Landen. Nou, volgens mij hebben we aardig de eerste vaardigheden onder controle. De drone die luistert aardig naar wat we willen dat hij doet. Volgens mij een succesvolle eerste vlucht. En laten we in het vervolgens gaan kijken wat we hier nou mee kunnen in het onderwijs.